Hallo, deze en de volgende video's gaan over elektrische en magnetische velden voor ateneum bovenbouw voor natuurkunde. En bespreken opgaven uit dat hoofdstuk wat erbij hoort. De eerste paragraaf die gaat over elektrische velden. En dan gaan we naar opgave 1. En opgave 1 die gaat als volgt, ik lees hem even voor uit het boek. Twee massieve koperen bollen hebben elke massa van 0,59 kilogram. Hun middelpunten bevinden zich op 80 centimeter van elkaar, dus 0,8 meter. In gedachte breng je op beide bollen een lading van 1,0 coulomb aan. Bereken een grote elektrische kracht tussen de bollen is. Nou, dat doe je met de formule. De elektrische kracht is een constante. Elektrische constante. Die kun je opzoeken, 8,987 x 10 tot de zesde lijkt dat te zijn newton meter kwadraat gedeeld door coulomb kwadraat. Nou, die constante dus, die vind je in de binaries natuurlijk, terwijl 7. Maal de lading, maal de andere lading, gedeeld door een onderlinge afstand in het kwadraat. Nou, die weet je allemaal, de lading is allebei 1,0 en de straal is 0, onderlinge afstand, sorry, is 0,8 meter. Vul je dan allemaal in, hier is dat gebeurd. En hier heb je dan het antwoord, 1,4 maal 10 tot de tiende newton. En naar B, bereken hoeveel keer zo groot de elektrische kracht is vergeleken met de gravitatiekracht tussen de bollen. Oké, dan doe je dat eigenlijk met de formule voor de gravitatiekracht. De gravitatiekracht is de universele gravitatieconstante, die kun je vinden in tabel 7, hier staat die. Maal de massa, maal de andere massa gedeeld door R in het kwadraat. Nou, de massa's zijn 0,59 kilogram allebei. Onderlinge afstand is 0,80 meter. Nou, hier wordt dan alles ingevuld. En dan komt er uit 3,621 tot de min 11e. Nou, als je dan de verhouding tussen wil weten, dan moet je dus deze delen op die. Hier wordt dat gedaan. En dat is 3,861 tot de 12e keer lijkt dat te zijn. Dus moet ik lezen, zo groot. In de volgende opdracht 2 natuurlijk. Tussen twee geladen platen bevinden zich drie ionen, A, B en C. In punt A en punt B bevindt zich een natrium plus ion. En in punt C een Pb, dat is voor mij lood, min ion. Het natrium plus ion in punt A ondervindt een elektrische kracht van 0 maal 10 tot de, ook het boek is soms slecht leesbaar, min 14e lijkt het te staan, min 16e, dat is moeilijk te lezen, newton. Nou, het is heel belangrijk, het gaat om de berekeningswijze natuurlijk. A, toon aan dat de veldsterkte gelijk is aan 5,0 kilonewton per coulomb. Nou, hoe doe je dat dan? Dat doe je met de formule van de kracht. De kracht is de lading maal de veldsterkte. Die E staat dus niet voor energie, maar voor veldsterkte. Nou, de kracht die is gegeven in het boek. De lading die is ook gewoon de standaardlading 1,06 maal 10 tot de min 19e. Oké, dan vul je die kracht die vul je hierin. De lading vul je hierin, hou je alleen nog maar 1 over. Dan deel je deze op deze en dan komt uit 493 newton per coulomb uit. Oftewel 5,0 kilonewton per coulomb. En dat moesten we aantonen. B dan is de kracht die het natrium plus ion in punt B ondervindt groter dan of gelijk aan de kracht of kleiner dan en ook nog dan het natrium plus ion in punt A. Dus het zijn dezelfde type ion, alleen de plaats is anders. Nou, de kracht is even groot omdat de elektrische veldsterkte tussen de condensatorplaten gelijk is. Ja, dit is een homogeen magnetisch veld. De lading is ook hetzelfde. Dus het product van lading en veldsterkte is dan ook hetzelfde als bij A. Dan C. Hier is de versnelling die het lood 2 min ion plus ion in punt C ondervindt groter, kleiner of gelijk aan de versnelling van het natrium plus ion in punt A, ligt je antwoord toe. Nou, de versnelling die volgt uit de tweede wet van Newton natuurlijk. Hè. De versnelling is kracht
gedeeld door massa. Hier is F is helemaal A. Maar waar heel A is even heel M schrijven. Nou, de lading van het ion is 2 keer zo groot van de lood dan die van de van natrium plus ion, hè? 2 plus of 1 plus. Dus 2 keer zo grote lading, dus ook 2 keer zo grote kracht. De massa van het loodion is 207,2 U en de massa van natrium plus ion is 22,99 U. Dat kun je natuurlijk in de binas vinden. Als je die op elkaar deelt, is de massa van het loodion dus veel meer dan 2 keer zo groot als die van het natrium plus ion. Dus de versnelling zal kleiner zijn. Oké, hij ondervindt een 2 keer zo grote kracht, maar zijn massa is wel, nou het is misschien wel 9 keer zo groot, dus is de versnelling toch uiteindelijk kleiner. Je zou het, omdat je getallen hebt, zou je het allemaal kunnen uitrekenen ook, als je dat zou willen doen. Oké, dan 3. Twee even grote geladen bolletjes bij L en R hebben een even grote maar tegengestelde lading. L is positief geladen, nou is R dus negatief geladen. Zie figuur 10,9. Daar is dat. In punt A is een proeflading geplaatst. De kracht die L op de proeflading uitoefent is getekend als een vectorpeil. Er is duidelijk een afstotende kracht, dus A is ook positief geladen. Oh, A is de proeflading in A positief of negatief geladen, ligt je antwoord toe. Ja, dat heb je dus eigenlijk al gedaan. Plus en plus stoot elkaar af, dus vandaar dat je dus hier een afstotende kracht hebt. Als deze min zou zijn, dan zou je dus een aantrekkende kracht hebben naar een positief lading. Toon aan dat FAR 3 keer zo groot is als FAL. Nou, dan moet je dus de elektrische krachtformule inleveren. Hè? Kracht is die constante maal de lading gedeeld door een onderlinge afstand in het kwadraat. Dat moet je voor AL doen en voor AR doen. De lading zijn allemaal gelijk. Wat grootte betreft, het verschil zit uiteraard alleen maar in de afstand. Nou, als je deze gaat opmeten, deze is 4,8 centimeter en deze is 2,75 centimeter, maar hij zit in het kwadraat, in de formule zie je wel. Dus als je dan de verhouding gaat bekijken, oké, dan is het dan 4,8 in het kwadraat gedeeld door 2,75 in het kwadraat, dan komt het weer op 3 uit. Dus de verhouding tussen die krachten is 3. Je kan het toch gewoon hier invullen en daar invullen. Dan deze bijvoorbeeld allemaal op 1 stellen. En dan komt daar hetzelfde uit, natuurlijk. Oké. C. Conserveer de kracht die R uitoefent op de proeflading in A. Goed, dat wordt dus. Deze is dus. Deze was plus, deze was min. En die was ook plus. Dus deze kreeg een aantrekkende kracht. Ja. Nou, je weet dat de kracht 3 keer zo groot is uit de voorgaande opgave, dus dan meet je deze lengte op en dan maak je dus deze dus 3 keer zo lang als deze. Oké. Conserveer dan de resulterende kracht op de proeflading A. Nou, hij heeft dus een afstotende kracht van R, hij heeft een aantrekkende kracht van R, die zijn hier respectievelijk rood en zwart getekend. Nou, de resulterende kracht van deze twee samen kun je natuurlijk met de parallelogramconstructie doen. Dat hebben we al heel vroeg geleerd in dit jaar, of zelfs vorig jaar. Je maakt dus een parallelogram hiervan, dus deze heb je hier ook en deze heb je daar ook. Zie je wel, het is een parallelogram. Dan is dit dus de resulterende kracht. Nou, die kun je opmeten. Die is dus nog groter dan deze twee samen. Je kan niet de stelling van Pythagoras gebruiken, want het is geen rechte hoek. Wordt niet gevraagd om die in Newton uit te rekenen, dus hier kun je het bij laten. Oké, gaan we naar opgave 4. Een geladen metalen bolletje hangt aan een nylondraad in de ruimte tussen twee platen van een geladen condensator. Oké, hier heb je een plusplaat, hier heb je een minplaat, hier heb je het bolletje, hier hangt die aan de draad, zeg maar. Het bolletje heeft een massa van 9,2 gram. Daar moet je kilogrammen van maken, dat voel je aankomen.
De afstand tot het oppakpunt van het zwaartepunt op het bordje bedraagt 71,7 centimeter. Daar moet je natuurlijk meter van maken, dat voel je ook wel aankomen natuurlijk. Nadat het bordje een lading is gegeven, gaat het horizontaal 4,3 centimeter opzij. Oké. Construeer in figuur 10 de twee andere krachten die op het bolletje werken. Oké. Nou, de zwaartekracht werkt natuurlijk. Dat is naar beneden. Er werkt een spankracht in een touw. Even kijken, is gegeven wat voor lading het bolletje krijgt. Dat is niet gegeven, maar aangezien dat hier de kracht deze kant op is, zal het wel een positieve lading zijn. Ja, want deze stoot hem dan af en deze trekt hem dus aan. Dus dit is de elektrische kracht dan. Oké. Goed. Even kijken, wat is dat? De richting van de spankracht loopt in het touw, dat is de zwarte. De richting van de elektrische kracht staat loodrecht op de twee platen. Zo is de blauwe. Deze zwarte, dat is deze zwarte. Oké. De zwaartekracht is naar beneden gericht natuurlijk. Even kijken, de krachten zijn evenwicht. Even groot en zwaar. Oké. Goed, dan als je dan alles dat gaat construeren, dan moeten dus deze en die kracht samen even groot zijn als deze kracht met daarom hoog gericht. Nou, dat zie je dat dat klopt, hè? Dus netjes gedaan zo. Oké. Oké. Bereken dan de elektrische kracht die op het bolletje werkt. Oké, dan moet je eerst dus de hoek van alfa hier bepalen. Nou weet je die kracht niet, maar je weet wel dat dit 4,3 centimeter was en dit was 71,7 centimeter. Dat stond hier in dit verhaaltje. Dus als je dat weet, dan kun je, deze is dan natuurlijk ook 4,3 centimeter, dan kun je dus de hoek bepalen met de overstaande en de lange of de schuine. Dus dat is de sinus, sos of zo. Oké, de sinus van alfa is 4,3. Deze gedeeld door 71,7. Oké. Alpha is dan shift sinus, arc sinus of inverse sinus van deze breuk. Wel tussen haakjes zetten 3,4 en nog wat graden. Oké. De zwaartekracht kun je natuurlijk gewoon uitrekenen. Dat is m al g. De massa is 9,2 gram. Moet je kilogram van maken. Dus maal 10 min 30. G is 9,81. Dat is altijd zo. Dus hij anders aangegeven. Hier wordt het ingevuld. Massa maal g. Nou, 9,3 maal 10 tot de min 2 newton is dat dan. Goed. Oké, dan is deze dus ook diezelfde waarde. Dan kun je, omdat je deze hoek weet, kun je dan ook de andere twee krachten bepalen, namelijk deze en die. Oké, en dat gebeurt hier dan ook. Hè. Er wordt gebruik gemaakt van de tangens. Gebruik je dus deze en dus die. Deze is bekend, die hadden we net uitgerekend, dat is deze waarde. Deze kunnen we dan uitrekenen. En dat is dan dezelfde als die, en dat is dus de kracht, de elektrische kracht. Nou, de tangens van die 3,4 en nog wat graden is dus F gedeeld door die kracht die we net hadden uitgerekend hier. F is dan het product van die twee, dus deze vermenigvuldigd met 3. Nou, 5,4 maal 10 tot de min 3 newton komt eruit. Oké, even kijken, is dat het? Nee, dat is nog niet helemaal. Met behulp van het geladen bolletje aan een draad toon je aan dat het elektrisch veld tussen de platen homogeen is. Leg dit uit. Nou, de uitwerking van het bolletje is evenwicht met de elektrische veldsterkte. Door een bolletje op meerdere plaatsen tussen de condensator te plaatsen, zie je dan dat de uitwerking overal hetzelfde is. Ja, dus als je dat bolletje hier had gelaten, hier had gehangen, dan zou je dus ook een 4,3 centimeter naar rechts hebben gekregen. Als je hem hier zou hebben gehangen, ook nog net, als je maar tussen de platen bij. Dus zolang je buiten de platen gaat, dan is het natuurlijk geen homogenisch veld. Homogeen magnetisch veld meer. Sorry, elektrisch veld meer. Is een elektrisch veld, plus en min. Oké, opgave 5. De laatste van deze paragraaf alweer. Oké, gaan we naar opgave 5. De proeflading Q bevindt zich in de buurt van twee ladingen A en B. Hier heb je A en B en daar heb je Q. Oké, de resistkeerkracht op Q is weergegeven. Die is naar links, zoals je kan zien. De lading van A is groter dan de lading van B en de lading A is negatief. Dus deze is groter dan die en deze is negatief. Oké. Leg uit of de lading van B positief of negatief is. Nou, de kracht van A op Q werkt in de richting van de verbindingslijn tussen A en Q. Dus deze kant op, dus die kant op of die kant op.
De kracht van B werkt op de richting van de verbindingslijn tussen B en Q, dus deze kant op of die kant op. De kracht resulteert in de component die naar links boven wijst. Lijkt mij een beetje meer links horizontaal, maar oké. Okay. Dat betekent dus dat B moet afstoten en A moet aantrekken. Dat klopt. Dat betekent dus dat B positief is, want deze was ook positief en deze is negatief. Oké. Okay. Ja, als gegeven dat B de lading Q, dat die positief is, het is een, ja, het is een testlading, een proeflading is altijd positief. Staat er dus niets speciaal bij. Oké. Okay. Nou, deze is negatief, dus deze moet dan wel positief. Als je aantrekking hebt, deze is positief en die staat er af, dus het moet positief zijn. Ja, dat klopt. Oké, op Q werkt een elektrische kracht F. A als gevolg van lading A en elektrische kracht FB als gevolg van lading B. Kracht A is groter dan kracht FB. Toon dit aan door in de resulterende kracht te ontbinden. Oké, dat is hier gedaan. Een klein tekeningetje, maar het maakt niet zo uit. Dit is de resulterende kracht. Dit zijn de richtingen van de kracht. Dat hadden we al gezien in de voorgaande opgave. Goed, dan moet je deze richting moet je natuurlijk nog een keer langs hier nog een keer neerleggen. Deze richting moet je nog een keer hier langs leggen. Dan krijg je dus hier een snijpunt en daar een snijpunt. Dit is kracht B, dit is kracht A. Nou, kracht A is inderdaad groter dan kracht B. Dat kun je duidelijk zien. Oké, omdat kracht FA groter is dan kracht FB, is de lading van A groter dan de lading van B. Leg dit uit. Nou, de resulterende kracht volgt uit deze formule. De afstand van R is het grootste voor lading A. Kijk maar, deze afstand is groter dan die afstand. Oké. Omdat de kracht A toch groter is dan kracht B, moet dat wel in de grootte van de lading zitten. Ja, want deze moet een grotere afstand overwinnen en toch is een kracht groter, moet dit een grotere lading zijn. Je kan het andersom redeneren. Deze zit dichterbij en toch is een kracht kleiner, dan moet deze lading kleiner zijn. A is groter dan B. Oké, bepaal de verhouding tussen de lading van A en de lading van B. Goed, dat kun je invullen voor de twee formules. Hier wordt dat gedaan. Hier, dit is de formule voor A en dit is de formule voor B. En als je de verhouding hebt, dan kun je op elkaar delen. Dus hier wordt deze gedeeld door die. Ja, dat gebeurt hier. Ja, dat wordt allemaal netjes ingevuld. Oké, dan gaan we de waarden die we weten, die gaan we invullen. Deze twee constantes vallen al tegen elkaar weg, bijvoorbeeld. Dus dat is mooi. Er vallen wat meer dingen tegen elkaar weg, zoals je kan zien. Ja, de grootte van deze lading valt natuurlijk weg. Dus dat is die kleine letter Q, die valt weg. Nou, dan valt er dus van alles weg. Wat je dan overhoudt, kun je invullen. Nou, deze waarde 2,25 en 1,50. En 3,75 in het kwadraat en 5,55 in het kwadraat. Waar komen die vandaan? Nou, die komen hier vandaan. Kijk, de straal van A is 5,55. Tot de proeflading is 3,56. Die staan hier en hier. Zoals je kunt zien staan die in het kwadraat allebei. Dat is hier dus ook zo. Prima. 2,25 en 1,50 die komen hier vandaan. De component van A is 2,25 cm lang en die van B is 1,50 cm lang. Oké. Okay. Nou goed, als je dit dan allemaal gaat uitrekenen. Deze breuk is gelijk aan deze breuk maal deze breuk. Nou, dan kun je al uitrekenen en uitrekenen. Dan reken je dit uit. Reken je dit uit en deel het op elkaar. En de breuk van deze is dan 3,285. 2,285, sorry. Dus 2,3 keer. Dus dat betekent dat lading A 2,3 keer zo groot is als lading B. Ja, oké. Okay.